zitten met polen, boven parkjes. En dat zijn hele herkenbare witte parkjes rond. En uit het eerste Amerikaanse vliegtuig zullen we springen uit Amerikaanse parkjes in de Zweedse Zee. Die zijn wat vierkanten en de gaten aan de hoeken zitten. Het laatste Amerikaanse vliegtuig. Duitse parachutes en de Duitse parachutes die leiden heel erg op de Nederlandse parachutes en dat is geen gaten te doen. En ik kan het ook even meenemen met de studie uit te delen en de specificatie van de parachutes. En dan hebben we natuurlijk ook nog even een flyby van. Is het meteen al bij de eerste flyby dat de Nederlandse parachutes worden gedropt. In deze Nederlandse kist zitten 18 Duitsers, 15 Amerikanen, 10 Polen, 4 Fransen, 2 Italianen en 2 Nederlanders en 3 Zuid-Afrikanen. En die springen allemaal met Nederlandse parachutes. Ik zie het verschil tussen de parachutes straks duidelijk. We hebben hier ook de Poolse parachutes, de zitten. Sowieso niet allemaal